ja, blijft toch het ultieme gebaar van de liefde. Hè? En eigenlijk met bloemen kun je niet fout zitten. Ja, mogelijk bent u vandaag verrast met een doosje chocola of een bos bloemen. Nou, het is namelijk Valentijnsdag. Een dag dat je je grote liefde kunt verrassen met een attentie. De bloemenverkopers hielden vandaag in ieder geval rekening met een grote vraag. Deze lange rode roos worden verkocht voor €3,95. Deze lengte wordt verkocht voor €3,50. En ik heb hier nog een lengte. Hallo, die kost €3. Het zijn prijzen voor rozen die een beetje pijn doen. Maar ja, de liefde, hè? Wie is de gelukkige? Charlie, mijn vriendin. Dus ja, Valentijnsdag, dus een leuk bloemetje gehaald. En bloemenverkoper Martien haalt ze weer hier, op de veiling in Ede. Hij weet wat hij zoekt met Valentijn. Ik heb al een heleboel rode rozen gekocht. Dus ja, dat is ook het beste verkoopartikel met Valentijn. Wat is dat toch met die rode roos? Dat moeten ze bij de veiling toch zeker wel weten. Ja, het blijft toch het ultieme gebaar van de liefde. Hè? En eigenlijk met bloemen kun je niet fout zitten. Maar ja, die rode roos blijft toch wel het uitgangspunt. Het gaat om het gebaar natuurlijk. En als je fan bent van rozen met een chocoladegeur of met rozen met een afwijkende kleur, dan kan dat ook. €3, alsjeblieft. Misschien ben je niet bang voor een blauwtje.